jullie welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En deze video ga ik Frozen deel 2 reviewen. Ik had er super veel zin in, want ik heb hem al gezien. En het is dus een opvolger van deel 1. En die is inmiddels alweer 6 jaar geleden in de bioscoop geweest. Dus het is echt al lang geleden. Maar deel 2 gaat natuurlijk weer hetzelfde als deel 1. Over Elsa, Olaf, Anna, Kristoff en Sven. Die natuurlijk allemaal avonturen gaan beleven. Wat zou ik zonder je moeten? Ik ben er altijd voor je. Vond je dat Elsa zich vreemd gedroeg? Ze gedroeg zich als Elsa. Nou, iedereen woont gezellig samen op het kasteel. En natuurlijk met de geweldige en superleuke Olaf is er natuurlijk ook weer bij. Oké, Olaf, jouw beurt. Eenhoorn. Tepel. Oh, Elsa! Olaf zou niet zomaar van vorm mogen veranderen. Maakt niet uit, dit wordt een eitje. Afgeleid. Ongerust. Nou, Elsa en Anne hebben het natuurlijk weer superleuk met elkaar. Maar ze hebben ook af en toe kleine ruzies. En dat hebben ze heel leuk in kaart gebracht. Want natuurlijk heb ik dat af en toe ook met mijn zusje. Ik ga met je mee. Anne, nee. Sorry, ik beklom de Noorderberg, overleefde een bevroren hart. En ik heb je gered van mijn ex-vriendje. Dus, nou ja, ik ga. Nou, net zoals in deze film is Arendeel, waar Elsa en Anna wonen, natuurlijk ook weer in gevaar. En dat moeten Elsa en Anne natuurlijk oplossen. En dan krijgen ze weer hulp bij van de welbekende trollen. Is in gevaar. Zoek uit wie jou roept. Dan vind je misschien het antwoord. Nou, natuurlijk, in deze film gaat Elsa, Anna, Olaf, Sven, Kristoff. Ze gaan natuurlijk allemaal weer op avontuur. En dat zorgt natuurlijk voor hilarische momenten. En Olaf is zoals gewoonlijk weer lekker Olaf. Feesten zullen jullie uitdagen waar jullie ook zijn. Dat is normaal. Nou, de film speelt zich voornamelijk af in, zoals je achter me kan zien, de Enchanted Forest, dus het betoverende bos. En hier zo komen Elsa en Anne ook weer nieuwe personages tegen. En die zijn, laten we zeggen, ietsjes anders dan hun. Scherp Arendelle tegen elke prijs. Ik geloof in jou, Elsa. Meer dan in wie of wat dan ook. Wie zijn jullie? Hi, ik ben Ola. Oh, sorry. Ja, ik vind kleren. Nou, natuurlijk zitten er ook in deze film superleuke liedjes en effecten. De effecten natuurlijk van Elsa's krachten. En er zitten superleuke liedjes in. Bijvoorbeeld Olaf's nieuwe liedje. It makes all sense when I am older. Dus het, ik begrijp het allemaal wanneer ik ouder ben. This will all make sense when I am older. Someday I will see that this makes sense. One day when I'm old and wise, I'll think back and realize that these were all completely normal events. En ik vind hem superleuk. Het deuntje is ook superleuk. En Elsa heeft ook nog een eigen liedje. En dat wordt een beetje waarschijnlijk de nieuwe Let It Go. Het is namelijk Into the Unknown. Dus ga naar het niet wetende. En die vind ik ook superleuk en ik heb hem steeds in mijn hoofd, maar het is wel een geweldig liedje. Into the unknown. Nou, Elsa komt in deze film flink in de problemen, maar dat heeft niet alleen effect op Elsa, maar ook op iemand anders. En dat vond ik best moeilijk. Ik ga niet zeggen wie, daarvoor moet je echt zelf de film kijken. Maar ik vond het wel heel moeilijk op dat moment. Kort vraagje. Blijft het voor altijd zo dat jullie ons in levensgevaar brengen? Nou, in deze film zit heel veel humor en liefde en avontuurlijk en sister love. Heel veel verschillende dingen dus. En de boodschap in deze film vond ik van... Probeer nieuwe dingen te doen, dus going into the unknown. Dat is echt de grote boodschap voor mij. Maar heb jij een andere gevonden? Zet even in de reacties onder deze video, want dat wil ik dan ook heel graag weten.
En ik geef deze film... Wat vinden jullie? Hoeveel sterren zouden jullie deze film geven? Maar ik geef deze film 5 sterren. Omdat ik hem superleuk vond. Nou ja, zoals ik al allemaal gezegd heb. En hij is in 3D en 2D Nederlands en Engels gesproken. En ik vond hem gewoon geweldig. Ik vond hem ook vergeleken met deel 1, vond ik deel 2 leuker. Omdat het is toch weer wat nieuws. Het is anders. En ik vind het ook heel leuk dat als je aan Disney Princess... Als ik aan Disney Princess denk, denk ik aan lange jurken, prins zoekt prinses. Maar dit is weer heel wat anders. En je ziet ook meer Elsa met een broek aan en een rok. En dat vind ik superleuk gemaakt. Nou, wat ook superleuk is aan deze film, is in het begin zie je nog Elsa en Anna dat ze klein zijn met hun ouders. En dat geeft wel een leuke toevoeging, want het past bij het verhaal. En het past ook nog weer een beetje bij deel 1. Dus superleuk. Ver hier vandaan, in het uiterste noorden, lag eens een betoverd bos. Heb jij een betoverd bos gezien? Ja, het was een magische plek. En wil jij deze film nou ook super graag zien? Ga dan naar de Pathé bij jou in de buurt en kijk deze film. En dit zijn stukjes uit de trailer die je zeker weten niet mag missen. De magie trekt haar aan. Zonder jou kan ze zichzelf erin verliezen. Hoe gaan jullie om met die toenemende complexiteit van het denken die hoort bij het ouder worden? Oh nee, doe dat maar niet. Je weet nooit waar ik in gestaan. Dus, vonden jullie het een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!